Hoi, welkom op het open huis van het Center for Sports and Education. We hebben er zin in, laten we beginnen. Sport, het is alles voor je. De club is je tweede thuis. Het speelveld, jouw arena. En jij bent klaar voor meer. Klaar voor die ene belangrijke eerste stap naar topniveau. En er is maar één plek waar jouw ontwikkeling als sporter perfect gecombineerd wordt met een hoogwaardige schoolloopbaan. Een topsport- en onderwijsprogramma in één. Elke schooldag begint met sport. En na de training stap je de kleedkamer uit en het klaslokaal in. Lekker toch? Je moet er wat voor over hebben. Vroeg opstaan, veel trainen en leren. Om de beste sporter te worden die je kan zijn. En om met een diploma je toekomst te verzekeren. Maar hoe mooi is het om alle ruimte te krijgen om je dromen na te streven. Om elke dag te trainen en jouw unieke talenten naar het hoogst haalbare niveau te tillen. En dat doe je trouwens niet alleen. Maar samen met gedreven toptrainers en docenten. En met ambitieuze sporters die net als jij met plezier en teamspirit die top willen bereiken. Deze uitdaging is niet voor iedereen weggelegd, maar hij is gemaakt voor jou. Jij de sprong? We gaan jouw sfeer laten proeven wat het CSE voor jou kan betekenen. Hoe jij je sport perfect kan combineren met onderwijs. We hebben vanavond ook een team Q&A met Jamie en met Cor. En zij zullen proberen al jullie vragen te beantwoorden. Jamie en Cor, hoe zitten jullie erbij? Zijn jullie er klaar voor? Ja, zeker. Ja, laat me komen die vragen. Hartstikke leuk. En wie weet dat we ook in de uitzending nog wat kunnen beantwoorden. Dan schakelen we gewoon even naar jullie terug en dan horen we het wel. Super. Helemaal goed. Leuk. Bij mij is aangeschoven Ruben Soppen. Ruben, jij bent een van de teamleiders op het CSE. Wat maakt het CSE nou zo uniek? Uniek? Dat is nog zacht uitgedrukt. Wij zijn de enige school in Nederland waarbij je sport kunt combineren met onderwijs, waarbij sport ook in het rooster staat. Bij ons missen de leerlingen geen enkele les. Je ziet andere topsporttalentscholen en daar hebben leerlingen training, maar dan heeft de klas gewoon Frans of wiskunde. Ja, bij ons hebben ze dat gewoon niet. We trainen met z'n allen op 18 verschillende locaties en daarna gaan we naar school en hebben we vakken. Nou, wat heel grappig is en wat ook heel handig is, is dat de meeste trainingslocaties op een steenworp afstand van het CSE zitten. Zo kunnen de leerlingen ook gewoon strak op tijd in de lessen zijn en hebben we effectieve lestijd. Ja, dus iedereen doet een topsport, alles lekker dichtbij. Maar wat maakt het CSE nou tot een succes? Het maakt het tot een succes, nou, omdat wij heel veel mooie mensen opleiden. We leiden mensen op die maatschappelijke carrières hebben. Mensen die studeren nu in Amerika, op college, op university. Ja, dat is allemaal heel gaaf. We hebben natuurlijk ook prachtige sportprestaties. Nou, een paar jaar geleden hadden we natuurlijk Sepp van den Berg, die bij ons als leerling een contract tekende voor Liverpool, een van de grootste clubs van de wereld. Maar we hebben ook Ariana Hartono gehad op de Australian Open. Eerste ronde gehaald. Nou, daar zijn we ontzettend trots op. Nick van der Plas, die afgelopen week een profcontract tekent bij de Hammers hier in Zwolle. Ja, dat zijn wel de mooie momenten. Nou, en je weet natuurlijk nog wel dat Thomas van der Belt, die schoot PEC Zwolle weer kans dat ze er toch in blijven. Ja, nuttige punten. Nuttige punten. Wat nog wel heel goed is om te vertellen, is dat wij niet alle vakken aanbieden. Je ziet op andere scholen vaak wel dat ze veel uren tekenen, handenarbeid, verzorging hebben in de onderbouw. Wij bieden ze een uurtje creatief aan in de onderbouw, zodat ze daar nog wel mee bezig zijn. Maar ja, je kiest voor ons om sport en een examen te halen, ja, dan vallen die vakken weg. Ja, dus die tijd is ook wel nodig om ruimte te bieden aan die sport. Maar dat lijkt me wel een uitdaging. Dat is ook een uitdaging. We vragen veel van onze jonge leerlingen. We hebben ook leerlingen op de basisschool zitten. Ja, ze moeten vroeg uit bed, ze zijn laat thuis. Want ja, ze komen ook wel uit verschillende plaatsen. We zijn niet een VO-school dat eigenlijk alle leerlingen uit Zwolle komen. We hebben leerlingen uit Amsterdam, Groningen, Nijmegen, Leeuwarden. Dus ja, ze komen eigenlijk wel overal vandaan.
Oké, leuk. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd waar jij vandaan komt. We hebben in de banner onder in beeld de website staan, menti.com, met een code erbij. Dus pak je telefoon er even bij en laat ons alsjeblieft weten waar jij vandaan komt. Want zoals Ruben net al zei, onze leerlingen komen overal vandaan. En dat betekent vroeg opstaan, vroeg naar school. Vandaag hebben we meerdere gasten die ook aan tafel komen aanschuiven. En die zullen ook vertellen hoe het nou in zijn werk gaat. En dat is natuurlijk ook wel fijn om te weten. We hebben al vast in beeld staan Emmen, Lelystad. Nou, ik weet uit ervaring, er komen natuurlijk ook leerlingen uit Zwolle zelf. Maar leerlingen moeten ook ver reizen en vroeg opstaan. Dat gaan we straks ook even vragen. Bij mij zijn aangeschoven Noah en Annemijn. Noah, jij zit in 3 HAVO en je doet aan voetbal. Annemijn, jij zit in 4 TL in het examenjaar van het VMBO. Fijn dat jullie er zijn. Noah, veel tijd kwijt aan de voetbal. Hartstikke leuk. Ja. Maar hoe doe je dat allemaal? Nou, om 6:30 ochtends sta ik op. Ik ontbijt, ik maak mijn tassen klaar. Om 7:00 stap ik op de fiets naar de bus, zodat ik mijn bus kan halen. Om 8:00 ben ik in Zwolle. Nou, ga ik naar school toe of ik ga naar de training. Na de training ga ik richting school. Zo volg ik mijn lessen. En dan kan ik nadat ik school ben weer de bus terugpakken naar huis. Ja, dus het schema is heel duidelijk. Ondertussen kijken we nog even naar de Mentimeter. Ik zie nog meer mensen reageren. Hartstikke leuk. We zien Almere, we zien Losser in Twente, Heerenveen, Steenwijkerwold. Mooie plaatsen in de buurt, verder weg. We hebben leerlingen overal vandaan. Dus ook mogelijk nieuwe leerlingen. Hartstikke leuk, mooi om dat te merken. Noah, je vertelde het net al eventjes. Dat rooster van jou, dat is wel misschien even fijn om even naar te kijken. Dus we gaan er even naar kijken. Hoe ziet zo'n dag er nou uit? Bijvoorbeeld maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zien er een beetje hetzelfde uit, hè Noah? Ja. Kun je daar wat over vertellen? Nou, ik train 's ochtends altijd. Om 9:30 tot 10:00. Daarna pak ik mijn TLC-uren waar ik huiswerk in maak. En dan 's avonds train ik meestal ook nog bij mijn eigen club. En tussendoor volg ik gewoon mijn lessen op school. Ja, en die TLC-uren die jij noemt, dat zijn topsportleercentrumuren, zoals we dat noemen. Ja. Wat voor uren zijn dat? Uren waar jij zelf je huiswerk in kan maken. Zodat jij dat thuis niet meer hoeft te doen. Waar je eigenlijk ook geen tijd voor hebt. En alleen hoef je thuis nog te leren. Ja, ideaal. En de woensdag is iets chiller. Als ik kijk naar je rooster, dan is dat een dag dat je ook eventjes wat minder traint. En dat is ook wat fijner. Ja. Ja. Nou, mooi. Hey Annemijn, hartstikke fijn. Je hebt een mooi jasje aan van de Hockeybond. Nationale selectie zit je ook bij. Hartstikke gaaf. Hoe doe jij dat? Want je hebt je trainingen, je hebt je selectie bij nationale team. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, nou, sporters op CC kunnen bijvoorbeeld trainingen of wedstrijden hebben onder schooltijd. En dan kan je verlof regelen bij de topsportcoördinator. En op die manier kunnen sporters op CC kunnen gewoon onder schooltijd sporten. En ja, dat is wat mij betreft ook wat CC zo tof maakt. Ik kan hockey en school perfect combineren. Dus dat vind ik superleuk. En daarnaast mis ik soms ook wel lessen. En dan kan ik samen met mijn leercoach, oftewel mentor, kan ik afstemmen wanneer ik die lessen alsnog inhalen. Ja. Hartstikke leuk. Ja, en jullie meiden leven natuurlijk voor je sport. Jij voor de voetbal, jij voor de hockey. Dus iedereen is daar ook wel een beetje gelijk in. Want wat je net al zei, stel je moet weg. Jij hebt een toernooi en laten we een mooie bestemming Portugal noemen. Of jij moet op trainingskamp. Dan word je ook niet gek aangekeken dus. Dus iedereen is daarin gelijk. Iedereen doet aan topsport. En dat is wel fijn. Dus op een normale school ben je misschien een beetje het buitenbeentje. Ga je alweer weg? Ja. Heb je weer een toernooi? Ja, nu is dat bij ons is dat de normaalste zaak van de wereld. Ja. Dat geeft wel een fijn gevoel, denk ik. Ja, het is ook wel leuk, want iedereen komt een beetje overal. En dat is wel leuk om die verhalen van elkaar te horen. Ja leuk. Ja. En dan kun je dat weer met elkaar delen. Ja. Tof. En die leercoach waar jij het over had. Wat kan die verder nog voor jou betekenen? Nou, zodra je hulp nodig hebt of je zit ergens mee, dan kan je daar eigenlijk altijd wel terecht. Dus dat is wel... Ja, dat is prettig. Dat is zeker prettig. Ja. Noah, jij zit al best lang hier op school, vanaf groep 8. Wij hebben ook op school hebben we groep 7-8 gecombineerd. Kun je naar de basisschool? Waaronder jij. Jij is al in die groep, dus jij kent het CSE door en door. Ja. Hoe is dat voor jou? Want drukschema, al dat huiswerk, hoe doe je dat? Net als ik net ook al heb benoemd, de TLC-uren, die gebruiken wij gewoon voor ons huiswerk. Ja. Zodat wij dat buiten schooltijd niet meer hoeven te doen en gewoon ons vol kunnen focussen op onze sport. Precies, dat scheelt.
Mooi. Ja, dat TLC dat komt eigenlijk continu terug. Dat heb je echt wel nodig als je bij ons het goed wilt doen, zeg maar. Ja, dat klopt. Waar trainen jullie? Ik train op de maandag en dinsdag bij VV Berkum. Fietsafstand van school en dat geldt hetzelfde op de vrijdag bij de Pelikaan. Ook dicht bij school op de fiets. Ja. Ja, en de hoekje is die hoekje op Hockeyclub Zwolle. Dat is een kwartiertje fietsen vanaf het CC. En in de winterstop doen we hoekje in de WRZV al. Ja. Ja. Mooi dichtbij. Ja. Mooi. Noah, jij had al even een Insta-takeover. Ja. En zo nog meer. Hoi, ik ben Anne en ik zit in de eerste klas van HVO. Hoi, ik ben Noah Tissing. Ik zit in 3 HVO op het CC. Ik ben keepster van Pik Zwolle mei onder 16. En ik neem jullie een dagje mee. Leuk om te zien. Hey, misschien word jij wel onze 3000ste volger. Want op de Insta hebben wij natuurlijk een heleboel volgers. We laten zien hoe het er allemaal aan toe gaat. Op de training, op school. Dus volg ons vooral. We gaan even naar het team Q&A. Hoe gaat het daar, jongens? Ja, gaat in principe hartstikke goed. Want we krijgen bijna geen vragen. Dus het is denk ik supergoed wat nu inderdaad onze sporters en met name door jullie ook verteld wordt. Dus ook op deze manier laten we topsport zien. Maar ik kan me niet voorstellen dat er geen vragen zijn. Dus heb je een vraag nog die nog niet beantwoord is, stel hem alsjeblieft. Dan kunnen wij ook een beetje aan het werk. Want Jamie en ik zitten nu een beetje te niks. Dat zijn we niet gewend op CSG. Ja. Nou, wij hartstikke goed. Voor, ja. Ja, nou, jullie hebben het gehoord. Heb je een vraag, gewoon stellen. Ze zitten voor je klaar, dus geen enkel probleem. Bij mij aan tafel is aangeschoven Rudy. Rudy Kamphuis, jij bent docent geschiedenis. Je bent LOB-coördinator. Gaan we straks allemaal uitleggen. En je maakt ook veel gebruik van digitale leermiddelen. Ja, dat klopt. Dat moet ook wel op een school als dat wij hebben. Want zoals we net ook al hoorden, dan zijn de leerlingen regelmatig op trainingskamp. In ieder geval niet in de les. Ja, dan moet je daar als docent moet je daar ook op inspelen. En moet je zorgen dat je je lesstof toch op een bepaalde manier aanbiedt. Dat de leerlingen die niet in de les zelf zijn, dat die toch hetgeen meepikken wat ze mee moeten pikken. Om uiteindelijk succesvol te kunnen zijn. Ja, mooi. Ja, de TLC kwam net al terug. Dat is belangrijk. Daar kunnen ze dus die dingen doen voor het zelfstandig werken. Heb jij ook nog een praktisch voorbeeld hoe jij het doet in je eigen lessen? Ja, absoluut. Ik heb zelf een platform ingericht waarbij ik eigenlijk zelf filmpjes ook kan klaarzetten voor leerlingen. Zodat als ze in het buitenland zijn, dat ze daar ook gewoon de lesstof kunnen volgen en gewoon de uitleg kunnen krijgen. Ze kunnen ook daarin opdrachten maken. En die opdrachten kunnen ze dus of in een TLC-uur bijvoorbeeld maken. En als ik daar niet in de buurt ben, kan ik wel alvast berichtjes sturen en feedback geven op commentaar geven op de opdrachten die ze gemaakt hebben. Zodat je dan toch op afstand bent, maar toch ook eigenlijk wel heel dichtbij en ze gewoon kunt volgen zoals je dat normaal gesproken in de klas zou doen. Ja. Wat dat betreft is het, zijn we daar denk ik heel erg goed mee bezig op dit moment. Ja, lijkt me heel prettig. Ja. En stel je zit op CSC, het houdt natuurlijk niet op als je na het CSC gaat studeren misschien. Hè? Het lijkt misschien nu nog ver weg of heel dichtbij. Het is maar hoe oud je bent als kijker. Maar hoe gaat dat verder in zijn werk? Nou, wij zijn op school natuurlijk wel bezig ook met, ze noemen dat met een heel lastig woord, een duale carrière. Dat betekent dat je eigenlijk topsport en school combineert. Twee dingen tegelijk. Hè? En heel veel mensen denken van ja, topsport. Maar goed, niet iedereen die kan die top halen. En aan ons is het ook de taak als school zijn om te zorgen dat de leerlingen ook klaar zijn om straks aan het werk te gaan. En daar goede keuzes in te kunnen maken. En dat ze de goede kennis hebben, vaardigheden hebben om dus uiteindelijk het goede beroep te kunnen doen. En ook te kunnen kiezen uiteindelijk. Hè? Want dat is ook natuurlijk ontzettend belangrijk. Ja, het lijkt me ook lastig zat. Dus het is fijn als daar wat hulp bij is. Ja, zeker. We proberen ook beroepen van buitenaf de school in te halen om voorlichting te geven. Om dus te vertellen hoe het eraan toe gaat. En we willen ook straks als het weer kan gewoon weer naar buiten gaan en om daar te kijken bij verschillende beroepen hoe het er aan toe gaat.
Hè, zodat we die kant niet vergeten. Want vaak lijkt het een ondergeschoven kindje, maar dat is absoluut niet het geval. Hè. Nee. Dus echt die duale carrière, de combinatie topsport en onderwijs, die is wel gewoon heel erg belangrijk. Ja. Ja. Hey, en stel je wil gaan studeren, of je wil naar het mbo, je wil naar het hbo. Zijn er ook scholen waar we nauwer mee samenwerken? Ja, natuurlijk. Want het zou natuurlijk doodzonde zijn dat jij 4 jaar of misschien langer hebt geïnvesteerd in een opleiding bij ons. Tot topsporten. En dat het dan stopt. Dus ja, we hebben om ons heen gekeken en we zijn samenwerkingsverbanden aangegaan met bijvoorbeeld het Windesheim. En de meest voorkomende vorm voor de VMBO's is richting Landsteden. Want richting Landsteden hebben wij gewoon het CSE-programma eigenlijk doorgerold. En dat betekent dat er eigenlijk helemaal niks verandert voor jou op het moment dat jij naar het mbo zou gaan binnen Landsteden. Nee. En kun je dus gewoon het volledige CSE-programma daar ook blijven volgen. Ja, ideaal. Perfect. Klinkt goed. Dankjewel, Rudy. Gaan we nog even naar Team Q&A. Hebben wij nog een leuke vraag? We hebben hier al een vraag staan op de MAVO-gedeelte. Hoeveel huiswerkuren je gemiddeld hebt? Hoeveel huiswerk je hebt? Ja, huiswerkuren. Huiswerkuren? Ja. Dus hoeveel TLC-uren zo ongeveer in de week? Ja. Adam, misschien een goede vraag voor jou. Hoeveel TLC-uren heb jij ongeveer, huiswerkuren? Als ik even snel nadenk, is dat toch wel minimaal 6 uur of 8 uur in de week. Ja. Dus 54 minuten dat ik even voor mezelf bezig kan gaan met huiswerk of zelfs leren voor een toets. Ja. Dus ja. Ideaal. Oké. Okay. Nou, Adam en Herman zijn bij mij aangeschoven. Adam, ik denk dat jij inmiddels bijna zwemvliezen hebt ontwikkeld als waterpoloer. Ik bedoel, jij ligt liever in het water dan dat jij in het klaslokaal zit. Jij hangt liever aan de ringen dan dat je boven een Engels werkboek hangt. Ja. Dat weet ik uit ervaring, want ik geef je Engels. Ja. Het is wel heel erg leuk om dat dan van elkaar te leren. Hè? Jij bent dan aan het turnen, ik kan jou nog wat leren in het Engels, dus dat is hartstikke leuk. Maar dat goed benutten van je tijd, want jij moet heel vroeg eruit. Ja, ik ga er om 6 uur uit en dan moet ik alweer om 7 uur weg. En dan word ik opgepikt door mijn trainer en dan ga ik naar de training toe om weer te trainen. Ja, dus een lange dag met veel sport. Ja, heel veel. Ja. Leuk. 2 keer per dag. Ja. En huiswerk maken überhaupt. Heb je nog wat huiswerk te maken thuis? Of doe je alles op school? Thuis heb ik geen huiswerk. Nou, meestal heb ik geen huiswerk meer te maken. Omdat in de TLC-uren maak ik dat. En dan leer ik ook nog wel eens. Maar leren moet ook nog wel eens thuis om een goed cijfer te halen. Ja. Ja, jij zit in de tweede, Adam. Jij zit in het examenjaar van 5 HAVO. Ja. Hoe is dat voor jou? Bijna hetzelfde, alleen dat ik wel toch wel, omdat ik in het examenjaar zit, wel iets meer leer nog thuis. Omdat het natuurlijk grote toetsen zijn. Ja. Maar ondanks dat ik in het examenjaar zit, heb ik nog heel veel af tijdens de TLC-uren. Dat is echt ideaal voor mij. Ja. Ja. Ja, dat geeft ook wel een beetje ontspanning die je nodig hebt om te kunnen sporten. Ja, zeker. We hebben geen gymnastiek, we hebben minder vakken. Je bent heel druk bezig met je sport. Maar we schakelen ondertussen nog eventjes over naar Team Q&A, want wie weet hebben we nog een vraag. Jazeker. Er is nog een vraag gesteld door Mees. Wat gebeurt er als je uit de selectie gaat? Nou Mees, hoe gaat dat in zijn werk? Nou kijk, in principe kun je gewoon op het CSE bij ons komen. En we kijken gewoon van, hey, wat is voor jou een goede plek? En als wij denken van, je zit al zo lang bij ons op school. Je zit bijvoorbeeld in je voorexamenjaar en het gaat gewoon lekker. Dan maak je het gewoon af. Dan stop je misschien wel met je sport. Maar dan maak je het gewoon bij ons af. En we vinden het wel prettig dat leerlingen het op een fijne manier bij ons afsluiten. En als wij nou denken van, nou weet je, het is misschien beter om op een andere school les te krijgen. Dan doen we dat in overleg. En dan gaan we gewoon kijken van, hey, wat is jouw beste plek? Dus wie weet heb je ook wel leerlingen in de klas, hè? Dus dat wisselt ook nog wel eens. Ja, ik heb ook als leerling gehad vrienden van mij die er ook dan helaas uit de selectie lagen. Maar omdat ze dus in het voorexamen zaten, dat ze dan toch wel het jaar mocht afmaken. Ja. En ja, voor hemzelf ook al goed afgehandeld en helaas. Ja. Maar andersom zien we hem ook. Kijk, van school afgaan, maar ook jij zit in het examenjaar. We hebben ook leerlingen die juist in het examenjaar bij ons op school komen. Ja, dat klopt. We hebben heel veel, zoals dit jaar al, dat heel veel leerlingen echt nieuw komen in het examenjaar. Wat heel erg speciaal is in CSE, dat wij als je als leerling nieuw bent, dat je in het examenjaar eigenlijk met een leeg cijferlijst binnenkomt. Dus heel veel middelbare scholen nemen dan cijfers van leerjaar 3 of 4 of 5 al mee in het examenjaar. En wij doen dat niet, zodat je juist eigenlijk daar helemaal geen zorgen hoeft te maken. Nee.
Dat je eigenlijk helemaal lekker met een leeg blanco papiertje op weg gaat naar het examen. Ja, we kregen net de vraag van Mees. Ik wilde je ook nog even wat anders vragen. Mm-hmm. Je hebt geen gymnastiek. Nee. Maar wat heb je wel? CC heeft sportondersteuning. Dat is voor onderbouw zoals bovenbouw. En ik denk dat Herman het beste van onderbouw kan vertellen. Ja, in de onderbouw doe je ook andere sporten. Zoals tennis, hockey, volleybal. Van alles. Dat vind ik wel leuk. Nee, maar lachen. Af en toe een racket in je hand of gooi met een basketbal. Gewoon even wat anders doen dan je eigen sport. Ja, en dat is vooral in de onderbouw? Bovenbouw? Bovenbouw is het wel meer specifiek gericht. Dus voor mij waterpolo of andere mensen, basketbal, voetbal of dergelijke. Die gaan dan eigenlijk meer bezig met de kracht. Of mentale training of mediatraining. Of zelfs misschien nog een diëtist inschakelen. Zodat je dan op je eigen sport beter presteert. Dus eigenlijk dan wat Herman dat zegt, in de onderbouw ben je meer bezig met je klasgenoten, lol maken, ook andere sporten ontdekken. En in de bovenbouw ben je meer bezig met je eigen sport te perfectioneren en jezelf eigenlijk naar de top te halen. Ja, precies. Dus eigenlijk alles wat erbij komt kijken om maar die top te halen met jouw sport. Klopt, ja. Hey, wat is jouw droom eigenlijk, Herman? Want jij bent druk bezig met turnen. Ja, mijn droom is natuurlijk om Epke te worden en in het Nederlands team te komen. Ja, dat lijkt me wel echt kicken. Ja, en om op de Olympische Spelen te staan lijkt me ook leuk. Ja, wie niet? En dan ook wel even een medaille mee naar huis nemen. Ja. Hoe vet zou dat zijn? Ja, zeker. Ja. Zeker weten. Wij hebben op school hebben veel les. We hebben TLC-uren. Dat is wel duidelijk. Maar je moet ook veel eten. Want anders kun je niet presteren. Nee, zeker. Hoe hebben we dat op het CSE? Want als je zelf wat meeneemt, soms het ook op. Hoe doe je dat op het CSE? Dan kun je een gezond broodje kopen in de kantine. En na het sporten kan je ook een kwarkje halen, als je dat wilt. En dan kan je ook een abonnement opnemen. Ja. Dus dan kun je elke keer na de training kun je een kwarkje halen. Oh, chill. Mm-hmm. Dus dan kun je gewoon erheen lopen, ophalen. En dan heb je weer je vitamines en je eiwitten om te herstellen. Ja. Klopt, zeker. Ja. Nou, het lijkt me wel pittig, jongens. Ja, je moet wat over hebben. Ja. Ja. Bedankt, mannen. Onze collega Jan gaat wat jullie vertellen over sportondersteuning. Hoi, ik ben Jan, ik ben sportdocent van het CSE en ik ga jullie kort iets vertellen over de aanvullende thema's binnen het CSE volgens de leerlijnen van het NSC-NSF. Deze gelden dus voor alle sporten. Of je nou voetbal, basketbal, acrogym of wielrennen doet, sportondersteuning is voor iedereen. Want topsporter word je niet alleen door veel trainen. Daar komt veel meer bij kijken. Naast sport en onderwijs vinden we het belangrijk dat je ook aandacht hebt voor andere thema's die jou kunnen helpen om een betere topsporter te worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voeding, prestatiegedrag, fysiek, medisch en topsportleefstijl. Voeding is jouw brandstof die je nodig hebt om goed te kunnen sporten. In onze gezonde kantine Food for You hebben we alles wat een jonge topsporter nodig heeft. Zo hebben we sportkwark voor een snel herstel na je training. Maar ook warme maaltijden en gezonde broodjes. In onze workshops en individuele consulten voeding laat de sportdiëtist jou kennis maken met een goede voeding. Ook vertelt je wat je moet eten rondom trainingen en wedstrijden. Bij het thema prestatiegedrag staat erom wat er allemaal in je hoofd omgaat. Bijvoorbeeld, hoe ga je met druk om rondom wedstrijden? Daarover krijg je ook workshop aangeboden door de sportpsycholoog. Op een interactieve manier leer je mentaal sterker te worden. Naast je sportspecifieke training krijg je sportondersteuning en krachttraining. Bij sportondersteuning doe je andere bewegingsvormen dan alleen je eigen sport. Dat doe je in de onderbouw in klas 1 en 2. Zit je in de bovenbouw, dan kan je extra krachttraining bij ons doen. Uiteraard hopen we dat je fit blijft en dat je niet geblesseerd raakt. Daarom testen en meten we onze CSE-sporters regelmatig. Raak je wel geblesseerd, dan hebben we een heel netwerk aan fysiotherapeuten om je te helpen herstellen. Ook werken we nauw samen met de sportartsen uit het ziekenhuis en zo kan je soms met wat voorrang terecht. Maar we hopen natuurlijk dat het niet voor jou geldt. Als slot willen we jou graag leren wat een topsportleefstijl is. Welke afspraken horen bij een topsportcarrière en welke keuzes passen daar nou bij? We helpen jou binnen het CSE om daar keuzes in te maken, zodat jij je eigen weg naar de top kan bewandelen. Ik hoop dat je nu een goed beeld hebt van sportondersteuning op het CSE. Tot volgend jaar. Doei. We gaan nog even naar team Q&A. Ja, we hebben nog een goede vraag van Bas. Ja, hele goede. Kun je ook nog in het tweede of derde jaar instromen? Hartstikke goede vraag, Bas. Jazeker, je kunt eigenlijk in elk jaar kun je instromen. Erm zei het net, je kunt zelfs in het examenjaar kun je instromen. In de eerste klasse kun je instromen of groep 7 of 8. Dus overal is er eigenlijk plek voor jou. Je moet natuurlijk wel de selectietrainingen doorkomen. Dat is natuurlijk wel even spannend. Maar als je daar helemaal doorheen bent, dan ben je een leerling van het CSE. En dan wensen we je heel veel succes met de rest. Leuke vraag.
Even naar Charlotte. Charlotte, jij bent zorgcoördinator, zoals dat heet. Wat voor hulp kunnen wij nou bieden aan leerlingen op het CC? Nou, eigenlijk best wel heel breed. We vinden het gewoon superbelangrijk dat leerlingen zich bij ons echt volledig kunnen ontwikkelen. Binnen zowel de sport als het onderwijs. En als je vastloopt, dan ga je eigenlijk als eerste naar je leercoach. Dan bespreek je de dingen die je lastig vindt. En dan hebben we best wel een breed team ten aanzien van ondersteuning. We hebben een orthopedagoog, een RT'er, een schoolcoach, maar ook schoolmaatschappelijk werk. En dat betekent dat we je op heel veel dingen wel begeleiding kunnen bieden. Kun je daar nog wat voorbeelden van noemen? Zeker. Wanneer je bijvoorbeeld dyslexie hebt of dyscalculie, dan hebben we daar hele mooie ondersteuning voor. Sinds dit schooljaar hebben we zelfs ook dyslexie-specialisten binnen het CEC. Maar ook stel dat je hebt gewoon zo'n gigantisch vol programma. Kom je een beetje in de knel met je planning, dan kunnen we daarbij helpen. Of als je denkt van ja, dat leren op mijn eigen manieren kan het ook handiger of makkelijker. Nou, dan kunnen we daar ook bij helpen. Of ja, het mentale stuk, weet je. Je hoort het net al, hè, er wordt veel van onze leerlingen gevraagd. Maar ook daar kunnen we ondersteuning bij bieden. Het is eigenlijk best wel een breed pakket. Ja, mooi. Dus eigenlijk wat ik ook begrijp van de leerlingen die aan tafel zijn gekomen, van de docenten hoor ik het. Naar elke leerling wordt gekeken. Het individu is heel belangrijk, de persoon. Dus daar willen we heel erg hulp aan bieden, waar dat kan. Hè. We kunnen niet alles oplossen natuurlijk, maar we gaan wel een heel eind daarin in mee. Wat is de rol van ouders daarin? De ouders, kijk, het is eigenlijk iedereen om de leerling heen is heel erg belangrijk. En de ouders, ja, zeker ook. Belangrijk vinden we dat we maatwerk kunnen bieden, maar ook dat we heel doelgericht zijn. Maar dat we ook samen verantwoordelijk zijn voor dit hele proces. Dus op het moment dat er een plan gemaakt wordt, dan bespreken we dat met de leerling. Wat zijn je doelen? Waar wil je aan werken? En de ouders die worden daar betrokken, maar ook in sommige gevallen ook gewoon met de trainer. Dus dat we echt om die leerling heen staan met z'n allen. En dat evalueren we. En ja, weet je, dat doel is voor onze leerlingen gewoon superbelangrijk. Ja. En hoe dat vervolg gaat ook. Dus iedereen is belangrijk. Goed contact is belangrijk en het doel is belangrijk. Ja, absoluut. Team Q&A, kom er maar in. Ja, Martin Smit, die vraagt wat een RT'er is. Dat is heel goed. Dat is een remedial teacher. Dat is iemand die gaat met jou kijken naar je leeraanpak. Ook wel van, Engels bijvoorbeeld is lastig. Wat kun je al wel, wat kun je niet? Wat zijn de dingen die je met de docent hebt besproken? En die gaat met jou eigenlijk heel stapsgewijs bekijken hoe je misschien het leren beter kan doen. Of teksten, grote stukken tekst, als die lastig zijn, hoe je dat aan kan pakken. En goede vraag. Ja, en we hebben onze oproep is gelukkig gehoord, want het stroomt nu binnen. Dat is hartstikke mooi. Mooi, tof. En hoe ziet de mentale ondersteuning eruit? Nu je toch er zit, Charlotte, dat is... Dat is eigenlijk best wel heel verschillend. Want iedereen heeft natuurlijk andere dingen waar hij tegenaan loopt. De een heeft bijvoorbeeld last van faalangst. Of de ander heeft... Die stelt heel... dat is ook wel een beetje faalangst, hoge eisen aan spanning zichzelf. Spanning op het veld misschien, voor een wedstrijd. Hoe ga ik om als ik bij... voetbalkeeper hebben we net gehad. Maar hoe ga ik om met die druk van mijn omgeving? Want er wordt veel van ze gevraagd. Nou, dat is bij ons... komt dat aan bod bij de workshops. Maar we hebben ook een schoolmaatschappelijk werkster. We hebben ook leerlingen met gescheiden ouders. Of een overlijding in de familie. En dan hebben we weer heel wat anders nodig voor de begeleiding. Dus daarin ook maatwerk. Fijn. Groot team. Goed. Ja. Veel kennis. Ja. Mooi. En als wij het niet weten, dan zoeken we ook gewoon onze hulpbronnen op. Kan ook nog. Helemaal mooi. Ja. Dankjewel. Ja, soms weten wij het ook gewoon niet. En dan zoeken we ook daarin expertise. Hulp eigenlijk, een duur woord. Zeker. Na dit verhaal willen jullie natuurlijk ook weten hoe het verder gaat met andere leerlingen van het CEC. Elijah en Zoe. Hoi, wat leuk dat je kijkt. Ik ben Zoe. En ik ben Elijah.
onze ochtendtraining zit erop, dus dat betekent dat de schooldag begint. En dat gaan we jullie laten zien. Kom mee. Zoals CEC bestaat geen andere school. En wij zijn erg trots dat we op deze school zitten. We nemen jullie even mee door de school. Maar eerst een bakje herstel kwarkscore in de kantine. Je kan je niet alleen een beker kwark halen, maar ook gezonde broodjes. Maar je kan ook een maaltijd bestellen als je wilt. Zo begin je vol energie aan een goede schooldag. Ik wil later net zo goed worden als Lieke Martens. En Elijah volgens mij als LeBron James. Bij het CEC kan je wel 19 sporten doen, zoals waterpolo, atletiek, volleybal of BMX. We hebben wel wat minder les dan op een normale school, dus je moet wel gemotiveerd zijn. Niet alleen voor de sport, maar ook voor school. Alles geven en je best doen in de les telt ook. Naast gewone lessen hebben we ook TLC-uren. Dat betekent topsportleercentrum. Hier kun je zelfstandig met je huiswerk bezig bijvoorbeeld. Er is een rustige werksfeer en er is altijd iemand aanwezig, bijvoorbeeld je mentor, die helpt met je planning of je voortgang. Naast normale lessen hebben we ook workshops, bijvoorbeeld over omgaan met winst en verlies, mediatraining en zo heb ik nu een workshop voeding. En we hebben iedere week sportondersteuning. Daar leer je dat je meer kan dan alleen je eigen sport. Over een paar jaar wil ik hier ook tussen hangen. Dit zijn toch allemaal oud-CSE'ers? Klopt, en die hebben allemaal het maximale uit hun school- en sport kunnen halen. Ik mag ook uitkomen voor het Nederlands team. Dat betekent dat ik bepaalde lessen ga missen. Samen met de topsportcoördinator gaan we kijken hoe we dat gaan aanpakken. Er is bij ons op school een heel zorgteam. Het gaat dus niet alleen over topsport. Zo kunnen we je bijvoorbeeld helpen met dyslexie, dyscalculie of als je even niet lekker in je vel zit. Zo ben ik nu bij de fysio. Ik heb wat last van mijn hamstring, maar wil graag meedoen met de middagtraining. Daarom laat ik me even behandelen. We hopen dat jullie dit tof vonden en misschien tot volgend jaar. En vergeet niet te liken @CSE. Doei! We hebben jullie proberen te vertellen wat het CSE te bieden heeft. En natuurlijk kunnen we niet alles vertellen. Maar wat we wel kunnen zeggen is dat we straks nog met de sportmanagers verder gaan. Op dit moment zijn we druk bezig om de links klaar te zetten in de chat. Dat duurt nog eventjes. Maar als je blijft wachten, dan zie je straks in de chat alle links verschijnen naar de sportmanagers. Want die zitten voor jullie klaar om vooral dat stukje sport, waar je vooral nieuwsgierig naar bent, meer over te vertellen. Dat zal straks in de link worden gezet. Dus als je daar even op wacht, is dat geen enkel probleem. Wat ik verder nog kan zeggen, is dat we volgende week ook rondleidingen zullen doen. We konden jullie helaas niet op school ontvangen. Dat is helaas jammer, dat hadden wij natuurlijk het liefste gedaan. Maar we hebben wel rondleidingen. In groepjes van 10 kun je dan toch even sfeerproeven op school. Je kunt vragen stellen aan docenten, je kunt even langs de lokalen, even aanvoelen hoe het voelt. Want dat is prettig, dat je even weet, waar kom ik nou misschien op school? Want dat is wel heel erg fijn. Verder hebben wij ook, nadat de sportmanagers met jullie hebben gesproken, hebben wij ook nog de docenten die ook voor je klaar zitten. Dus heb je nog een vraag die je net niet hebt kunnen stellen, omdat je dacht van, dat ben ik helemaal vergeten, dat wilde ik nog vragen. Die zitten straks voor je klaar. Dus we hebben 3 dingen. De sportmanagers, die zijn super enthousiast, die wachten op je. We hebben vervolgens nog de rondleidingen. Je krijgt erover een mail, dus no worries. Alles wat er vanavond is verteld, je krijgt als kijker een mail thuis met alle links daarin. Nog eventjes de rondleidingen en alle informatie die er ook is over de selecties en dergelijke. De links worden in de chat gezet. De sportmanagers gaan nu zo direct met jullie verder. Dat krijg ik nu zo door, dus dat is fijn. Ik wens jullie heel veel plezier daar. Namens het hele team van het CSE, dankjewel en tot snel. Mooi. Klaar.